zomer is weer begonnen, het vakantiegeld is gestort, dus we gaan een bestemming voor die munten zoeken. Ja, dan moet ik eigenlijk wel een soort beloning voor jezelf zijn, iets wat je niet echt nodig hebt, maar wat wel leuk is en wat je misschien ook wel trots aan de buren kan laten zien of aan je vrienden als je die hebt. Ikzelf, maar ja, laten we daar maar niet over hebben. Iets Italiaans, dat leek me wel wat, maar het moet natuurlijk ook snel zijn. Dus hebben we de Mito Cuvée en ook de snelste Piaggio Vespa. Ik rijd nu met de Vespa GTS 300 Supersport. De meest sportieve Vespa en tegelijkertijd ook de snelste Vespa. Die GTS die werd gelanceerd in 2005 en had toen al ABS. Dat was eigenlijk best wel vooruitstrevend, omdat het een van de weinige motorscooters was met ABS. ABS werkte enkel toen op het voorwiel. De versie waar ik nu op rijd, heeft ABS op zowel het voor- als het achterwiel. Motor en scooterrijders blijft toch gewoon een beetje vreemd volk hoor. Met je kont omhoog zeg maar op zo'n ding zitten en dan alleen ABS op het voorwiel. Hè. Gelukkig dan nu uiteindelijk ook op twee wielen, dat is nog een stukje beter. De GTS werd gefacelift in 2014 en eigenlijk gebeurde er optisch niet zo heel veel. De LED-verlichting aan de onderzijde werd aangepast. En een belangrijke wijziging van deze GTS is dat het dashboard werd vernieuwd. Ja, Mito had het een beetje moeilijk ontwerp gevonden hoor. Klein beetje. Maar zoals die hier staat, ja, exterieur, dat is mat grijs, echt top. En als je door het getinte glas naar het interieur kijkt, is het ook best mooi. Want je hebt wel leer en allemaal leuke stikseltjes en zo. Maar materiaalgebruik, sommige andere delen. Dit is een carbon look dashboard geïnspireerd op de 4C en de 8C, zeggen ze dan. Nou ja, als je het recht in zoekt, dan vind je het wel. Technisch gebeurde er wel het nodige. Al werd die 300 cc motor ongewijzigd gelaten. Liefhebbers die zouden eigenlijk wel de 350cc versie van de Beverly terug hebben gezien in de GTS. Maar de ontwerpers vonden dat iets te ver gaan en hebben gezegd van ja, die 300cc voor een GTS, dat is eigenlijk voldoende. Je hoeft niet meer. Deze versie komt tot 22 pk en eerlijk gezegd is dat voor deze GTS ook wel voldoende. En de Cuvée Quadri Foglio Verde, klavertje 4. Vandaar ook die logo's op de zijkant. Ja, er is wel heel veel heritage van Alfa Romeo achter. En dit is de Mito, ja, de dikste Mito die je kunt krijgen, zeg maar, standaard uit de fabriek. 1.4 turboblok, multi-air, dat is op zich hele mooie technologie. Theoretisch in ieder geval 170 pk en hoeveel newtonmeter was ik alweer vergeten. Volgens mij 250, 230, ook goed. En 230 newtonmeter koppel. Als je dan prestaties bekijkt, op papier eigenlijk best wel netjes. Het is geen hele grote auto en ook niet waanzinnig veel pk's, maar ja, wel lekker. 219 km per uur, 7,3 seconden naar de 100. Ik zat ook even naar de verkoopcijfers te kijken van Alfa Romeo. Ja, het is een merk wat we heel erg een warm hart toedragen. Ik ook, ik heb er meerdere gehad en we willen heel graag dat ze echt succesvol gaan zijn. Maar de waarheid is, het gaat tot minder goed. En ik keek even naar de verkoopcijfers van Vespaatjes. Jeetje, echt veel. Waarom blijft dit gewoon goed gaan? Vespa heeft gewoon vastgehouden, hè, aan hun kernwaarde. Yeah. Hè? Gewoon mooie scooter maken. He, die degelijk is en met de metalen body. Dus waar een normale scooter plastic van kunststof. Plastic. Kunststof is, ja. He, is deze scooter van metaal. Wat heb ik eraan? He, nou ja, in 1946 kwam Vespa met de eerste scooter en ja, dat was met een metalen body. En eigenlijk hebben ze dat sinds 1946 vastgehouden. Hoeveel pk heeft hij? 22. Ja, 22. En jij denkt die sprint win ik wel. Ik denk dat ik met 22 pk sneller ben dan jij met je Alfa met 170 pk. We gaan het proberen. Het
122 pk. 170, jongen. Tel jij af of... Bij go gaan we. Oh, we gaan. 3, 2, 1, go! Teleurstelling druipt het voor mijn gezicht. Nou, de teleurstelling over de Alfa draait wel van me. Hij is zo traag uit de startblok. Hij staat gewoon in dynamic en ik probeer alles wat ik probeer. Maakt het me niet uit. Maar... Wie bent u? Ga weg, man. Nog een keer. Zijn hamvraag blijft dan natuurlijk, waar ga ik dat vakantiegeld aan spenderen? We moeten natuurlijk ook even naar de prijs kijken. Piaggio Vespa 300 GTS of Supersport, hoe dat ding ook heet. €6.395, nou, dan hou je nog behoorlijk wat over om gewoon nog lekker van op vakantie te gaan. De Mito, nou deze Mito is, hou je vast, 33 mil. Mito QV is er vanaf €27.000 ongeveer. Ja, dat is wel een hele bak geld. En het probleem ermee is, ik word niet hebberig van deze auto. Hij heeft te veel dingetjes die gewoon net niet goed genoeg zijn. Misschien met een handbak, die TCT-bak vind ik echt niet overtuigend. Gewoon te traag bij het oppakken. En een broer verder schakelt hij prima zo. Maar ja, gewoon te veel nadeeltjes. En ook leuke details in het interieur, maar het is ook weer net niet af. En als ik dan naar die Vespa kijk, dan denk ik, ja, dat is gewoon wel een gaaf ding. Eén probleem, ik heb mijn motorrijbewijs nog niet. Werd mij nog een keer ingefluisterd. Dus ik heb een klein actiepuntje voordat ik überhaupt legaal op zo'n Vespa zou mogen rijden. Dus tot die tijd, toeren we even verder in de Mito.